Mensen bij het journaal van 6 uur. Onze hoogtepunten zijn vandaag. Gaddafi bombardeert Misurata. Osama Bin Laden wordt doodgeschoten. En buren gluren. Wij gaan eerst over naar Afrika, waar Gaddafi... Waar Gaddafi gebombardeerd heeft in Misurata. Dus niet in Afrika. Oké, dus wij gaan nu live over naar Afrika. Ja, Paul. Ja. We zijn hier in Afrika. En dus Gaddafi heeft gebombardeerd. Ja, de vetbommen niet. En doei dat is hij. Doen. Ongelooflijk. Maar uiteindelijk mogelijk heb je een tekst voorbereid. Hoe je dat opnieuw kunt doen. Ja, nee, Gino. Het is wel werkelijk. Dus u ziet dat Gaddafi vele moorden heeft gepleegd. Ongelooflijk toch? Dan gaan wij nu over naar Azië. Waar Osama bin Laden is doodgeschoten. Hallo, Gidi. Ja, ik ben Gidi. En ik ben hier live, dus in Azië. Waar Osama bin Laden is doodgeschoten. We hebben van de morgen het gebied onderzocht en gepalifianteerd. En ja, dus we hebben gelijk, wat hebben we hier allemaal gevonden? Ik denk dat de CIA nog een kleinigheid is vergeten. James, ik weet dat ik al moet terugkomen. Leid je nog een metraillet. En ongelooflijk toch, maar... het spijt mij, beste mensen, de verbinding is verbroken. Ja, de reactie, ja. Wij moeten doorgaan naar het onderdeel. Buren gluren. Nu schakelen wij over naar Jeff. Welkom, ik ben Chef. Chef de Boer. Dat is eigenlijk, ik word altijd behuurd. Soms zou ik dat doen, nu dat alles komt, dat ik altijd behuurd word. Kijk dus, die kamer daar worden we hebben gluurd. Ongelooflijk toch? Want, dat is een zo. Dus die mensen zitten altijd naar ons te kijken, dat vind ik al heel ambetant. En waarom vind ik... ik ben al deze buis, papa en al die afgelopen. En dus, oh dat is chef! Chef! Dat is mijn vrouw. Ja. Dus, ja, ze heeft nu een relatie met een ding. De lekschouwer. Dingen. Dus ik word dus altijd begluurd. En ik vind dat niet tof. Dus daarom heb ik dus een ding. Een ding gezocht. De Luxiaflex. En dus moet ik alleen maar aan de kogel trekken. Oh, dat is zeker. Moet ik alleen maar aan de kogel... Dat is niet ver. Moet ik alleen maar aan de kogel trekken. En ben ik het gedaan, hè. Over en uit. Dank u, Paul, voor de mooie vertaling. Welkom terug. Het is nu bijna 7 uur. Dus ik denk dat we gaan afsluiten. Ja, nou, staat hij uit? Is hij uit? Staat hij uit?